Alibier hier. Zoals je ziet, we zijn weer bij ons thuispark. Eventjes lekker paagbaantjes pakken. En natuurlijk, vanwege het warme weer, even in de Splash Battle. Omdat we wat later in het park zijn dan gebruikelijk, gaan we niet beginnen met de Express. We zijn gelijk doorgelopen naar Goliath. Volgens de wachttijdenlijst zouden we 5 minuten wachtrij moeten staan. Dus kunnen we eventjes lekker wat airtime gaan pakken. Zo, heerlijk begin van de dag, even in de Goliath. Aangezien het inmiddels wel lunchtijd is, gaan we eventjes wat eten in Wilderness. It's alive! Prachtig om te zien rijden en wat is die heerlijk stil. Hij is voor mij zelfs stiller als de Baron in de Efteling. Ik begin echt steeds ongeduldiger te worden om erin te gaan. Nou, wij hebben eventjes lekker onze stokbroodjes die we over hadden van de barbecue van gisteren opgegeten. Dan gaan we nou eventjes lekker naar de Gross Gravity. Ondertussen begint de beplanting van de Wilderness ook zijn vormen aan te nemen. De picknickplaats begint mooi vol te groeien. En ook de toegangspoort achter het reuzenrad begint echt blaadjes te krijgen. Wat een mooie groene bedoeling hier. Even lekker twee ritjes gedaan in Lost Gravity. Er stond bijna geen rij bij de single riders. De gewone rij was ook vrij kort, ondanks dat de wachttijden app aangaf dat er 20 minuten stond. Ik denk dat je er nog echt geen 5 minuten in zou staan. We zagen net dat de Spinning Vibe weer open is. We hebben al een tijdje niet meer gedaan. Dus daar gaan we nou eventjes heen. En dan aan de overkant even de Splash Battle pakken om af te koelen. Nou, goed om te zien. Walibi blijft bezig met het opknappen van het park. Het was al een mooi park, maar het wordt nog steeds mooier en mooier. Ik weet dat hier iemand heel erg blij van wordt. De hekjes worden geverfd. Goed bezig. Nou, deze is open. En er staat gelukkig geen rij. Dus die moeten we meteen even pakken. Oh, wat hebben we die gemist. Wat is die lekker. Even lekker draaien en swingen. Top dingetje. Dat was even een lekker ritje in de Splash Battle. Dat was de eerste keer dat we hem gedaan hebben. We zijn, zoals ze het noemen, nevelig nat. Terwijl we kunnen ons t-shirt uitwringen. Heerlijk met dit weer. Genieten. Misschien straks nog even een keertje pakken. Eerst even opdrogen in de Speed of Sound. Dat was weer eventjes een lekker ritje op geluidssnelheid. En dit keer eindelijk in de hele trein weer muziek. Het is toch gewoon een veel beter ritje met muziek. Deze beugels die zitten een stuk beter als die van de Cobra in Walibi België. Maar die baan is net weer iets soepeler. Ze zouden het eigenlijk op een van die moeten combineren. Die soepele baan en dan deze lekkere beugels. Ga nou eventjes bij de grijpautomaten kijken. Misschien valt er dan wat te winnen. We hebben hier Marvin, de held van de dag. Want die heeft eventjes zonder vriendin Christa in één poging een knuppeltje gewonnen. Top kerel. En omdat we alle acht banen, behalve de Condor, natuurlijk even moeten doen. Gaan we nou even naar de Express.
Nou, gelukkig is het hier alles behalve druk. Dus hoeven we zo meteen niet lang in een enorm warme wachtrij buiten te staan. Want ik vermoed dat dit met dit weer het daar snikheet is. Nou, zoals verwacht, we krijgen er hier eventjes een gratis sauna bij. Hopelijk is het wachtstation niet al te vol, dan kunnen we snel de trein in. Als je hier lang staat, dan ga je hartstikke nokkie volgens mij. Zoals altijd was het er eventjes een lekker ritje in de express. Even lekker gelanceerd worden. Dan gaan we nog eventjes richting Wilderness, want we moeten nog eventjes een mooi fotootje schieten voor deze maand. Denk je weer bijna 30 graden in het park even lekker koude slushpuppie te gaan halen? Is die om een of andere duistere reden dicht? En lopen door richting Wilderness. Nou, alle slushpuppieapparaten zijn dus blijkbaar oververhit. Dus dan is het inmiddels toch maar gewoon tijd geworden voor een lekker koud biertje hier bij Cockadoodledoo. We hebben dit keer een Session IPA van Krols. Die gaan we eventjes uitproberen. Eerst alleen een beetje schuim. En een tweede slokje nodig hiervoor. Lekker fris. Citrusachtig. Passievrucht volgens mij. Ja. Lekker biertje. Lekker fris. Goed voor de zomer. En hij is ook niet zo zwaar als dat je van de meeste IPA's verwacht. Met 3,5%. Ook wel fijn met dit warme weer. Want je niet van één biertje stom dronken. Toppetje. Ik denk één van de beste die ik tot nu toe hier in Walibi heb gedronken. Proost. Nou, net hebben we lekker nog weer een ritje gedaan in de Goliath. En hier bij de uitgang van de Goliath heeft de kiosk nog wel gewoon Frozen Cola en Frozen Fanta. Dat is vrijwel hetzelfde als Slushpuppie. Dus ik heb even een lekker mixje genomen van cola en Fanta. Even een beetje afkoelen in de maag. Het loopt inmiddels tegen het einde van de dag. Om nog eventjes een laatste keer af te koelen, gaan we nog even de Crazy River doen. Nou, dat was weer een lekker riviertje. We zijn er nat genoeg om de Lost Gravity in te gaan en daar de tijd vol te maken. Nou, dat waren nog even een paar lekkere laatste ritjes in Lost Gravity. Een keer of 5-6 zijn we volgens mij geweest. Ik heb niet meer helemaal bij kunnen houden. Maar dat was het voor vandaag. Vond je het leuk? Abonneer. Doe een duimpje omhoog. En dan zien we jullie snel bij de volgende vlog. Waarschijnlijk is dat de opening van Untamed. Tot dan!